Wat zijn je dagelijkse routines? Wat spook je elke dag uit? Waar ben je mee bezig? Ik kijk heel goed naar wat ik elke dag doe. En ik zou je willen aanbevelen om dat zelf ook te doen. Wat doe je nou elke dag? Waar ben je nou mee bezig? Want weet je wat het is? Je bent een mens. En een mens heeft een bepaalde basisbehoefte. Een mens heeft een bepaalde behoefte aan structuur en sociaal contact en eten en drinken en voedingsstof. En je bent een mens. En hoe beter je begrijpt hoe je in elkaar zit als mens, hoe beter je jezelf kunt helpen. Want als je zelf maar wat doet, kijk maar wat ik doe, kijk maar wat er op mijn pad komt, dan zal je jezelf ook zo voelen. En op het moment dat je meer structuur gaat maken voor jezelf, zou je ook zien dat er meer structuur komt in wat je oplevert. Dus hoe meer jij jezelf helpt om dingen makkelijker te maken voor jezelf, hoe makkelijker dingen ook worden. Begrijp je? Op het moment dat jij geen agenda meer zou hebben, geen klok, helemaal niks meer, en je zou alles op de gok doen, dan sta je dus bij de bushalte. Ik noem het, je staat bij de bushalte en denk je, oh, wanneer zou de bus komen? Ik weet het niet. Oh, ik zeg net nog een beetje. Het voelt toch niet fijn? Je gaat op vakantie, je moet met de trein, met de vliegtuig, met de bus ga je eerst naar de trein. Van de trein ga je naar het vliegveld en daar ga je met het vliegtuig op vakantie. En ga je dat toch ook niet op de Bonnefoy doen? Oh ja, nou ik heb wel zin om op vakantie te gaan. Heb je wat geboekt? Ja, ik heb wat geboekt. Oh, oké, wanneer gaat je vlucht? Ja, weet ik niet. Nou, wanneer zullen we gaan dan? Nou, laten we nu maar gaan dan. Nou, dan ga je met de bus. En dan zit je weer de bus al, dan blijft de bus. Nou, dan komt er een keer een bus. Nou, dan ga je, oh, waar is de trein nou? Ja, ik weet niet. Moet even kijken wat de trein is. Oh, dan zit je uiteindelijk in de trein. Kom op het vliegveld. Zo, hè? En nu? Waar moeten we nu heen? Nou, ik weet het ook niet hoor. We moeten even naar een vliegtuig gaan zoeken, denk ik. Oh, die is wel mooi. Een gele. Ja, zullen we met die gaan? Zo werkt het toch niet? Zo werkt het niet. Waarom? Hè? Geef me daar eens antwoord op. Waarom ga je wel gestructureerd en gepland op vakantie? Waarom ga je wel doelgericht naar een supermarkt om je boodschappen te halen? He, naar een supermarkt ga je ook niet. Oh, kijk in de supermarkt. Oh, mooi, allemaal mooi. Nou, ik ga weer hoor. Wat heb je gekocht dan? Niks, ging gewoon even lekker kijken. Dat doe je toch niet? Je gaat naar de supermarkt met een doel. Je gaat tanken voor je auto met een doel. Ik ga tanken. Up, tanken. Je gaat er niet heen om alleen even te kijken en even te, oh, dan ruik je brandstof lekker en weer door. Nee, structuur. Structuur. Mijn structuur, mijn dagelijkse routine is heel simpel. Ik heb het ook in een andere video staan, maar ik zal het hier nog even opschrijven. Dan weet je in ieder geval wat ik doe. Dagelijks. Dagelijks. Die structuur voor elke dag is heel belangrijk. Want, ik kan nu zeggen, oh, bepaal ik zelf wel. Maar je kan maar zelf weten wat je doet. Ik zeg alleen wat ik zou doen. Als je dagelijks een goede structuur hebt, dus hoe je jezelf helpt om dingen te doen, zal je ook zien dat er meer productiviteit uitkomt. Dat je meer gedaan krijgt. Dat je meer productief bent. Dat je dus succesvoller wordt in het uitvoeren van je taken. Je hebt nou eenmaal x aantal taken. En of dat nou een broodje eten is, de vaatwasser uitruimen is, de was doen, op vakantie, je vakantie plannen, weet ik wat, je kinderen uit bed halen, je ouders, weet ik veel wat je allemaal moet doen. Maar het gaat erom dat als jij weet wat je moet doen, dat het makkelijker gaat. Zolang je die grijze massa hierbovenin een beetje mee loopt te rommelen, wordt het een zooitje. Dus dagelijks, dit is mijn structuur. Wat je er zelf mee doet, moet je zelf weten. Maar geloof mij, maak gewoon een basisstructuur en hou je eraan. Want dat is het lastigste. Dagelijks, om 4:30 ben ik uit bed. Zeg, oh, belachelijk vroeg. Hé, is toch mijn dagelijkse routine of niet? 4:30 ben ik uit bed. Waarom? Waarom kan je misschien afvragen? Waarom ben ik zo vroeg uit bed? Dat is heel simpel. Ik vind het niet nodig om tot 1:00, 2:00 s'nachts achter mijn scherm te zitten. Daar heb ik geen zin in, heb ik geen behoefte aan. Ik heb ook nog jonge kinderen, dus jonge kinderen zijn vroeg wakker. Dus mij helpt het om ook gewoon vroeg op te staan. Dat wil dus niet zeggen dat als je geen kinderen meer hebt die klein zijn of jong zijn, dat je dus niet dit moet doen. Ik doe dit niet met de motivatie omdat ik kinderen heb. Ik doe dit omdat het voor mij toch niet uitmaakt. Ik ga er liever vroeger in, zodat ik er ook vroeg uit kan, als dat ik tot 1:00, 2:00 s'nachts opblijf en vervolgens om 5:00, 6:00 wakker wordt gemaakt door mijn kinderen. Dus 4:30 ben ik uit bed. De grap is, ik ga uit bed en ik ga naar mijn werk. Ik ga dus niet thuis aan de bak, ik ga direct naar mijn werk. En ik ben meestal, nou ja, het scheelt dus een keer 10 minuten, maar hè, op het werk. Maar het gebeurt natuurlijk ook wel eens een keer dat ik een ochtendje thuis moet zijn. Dan ga ik alsnog om 4:30 uit bed, om thuis gewoon achter mijn laptop te zitten. Ga ik beneden, ga ik naar beneden toe, klap mijn laptop open, ga ik ook dingen doen. Ik kan altijd wel een tekstje opnieuw beoordelen, ik kan altijd wel eventjes een mailtje beantwoorden, er is altijd wat te doen.
Ga niet tegen jezelf zeggen, joh, maar er is niks te doen. Er is altijd wat te doen. 4:30 in bed. 5:00 ben ik op het werk of aan het werk, hoe je het wilt noemen. En dan doe ik eigenlijk tot 9:00 voor mezelf, mijzelf. Nee, maakt niet uit. Tot 9:00 doe ik alles wat ik zelf wil. Alles wat ik zelf wil. Want in die tijd, dat is bijvoorbeeld ook nu, deze trainingen die ik schiet, doe ik dus in die, tussen die 5 en die 9. Zie je dat dit 4:00 is? Zie je dat ik hier 4:00 pak? 4:00? Dit is gewoon 4:00, hè? 4:00, dat is een halve werkdag voor de meesten. Ik pak hier gewoon 4:00 van de tijd. En om negen uur begint de ellende. Hè? Half negen uur, mensen gaan je appen, mensen gaan je bellen, mailtjes stromen in één keer binnen. Dat gebeurt allemaal rond 8:30, 9:00. Dan komt het, tenminste bij mij, komen allemaal die mailtjes binnen, gaan mensen me appen, gaan ze bellen, zitten ze in de auto, willen ze mij spreken of willen ze wat te vertellen hebben. Dus tot 9:00 doe ik voor mezelf. Ik blok ook mijn telefoon, mijn mail, alles blok ik tot 9:00. Want iedereen die me zo vroeg wil bellen, nou, dat kan ook wel een uurtje wachten. Als je om 8:00 wakker bent, of weet ik veel wat, dat kan wel wachten. Dus 9:00 sta ik pas open voor de wereld. Dus tot 9:00 voor mezelf, moet ik even zo doen, tot 9:00. En vanaf 9:00 ben ik bereikbaar. En op het moment dat ik bereikbaar ben, dat hoort op dit moment nu bij de functie die ik heb, hè, bij een bepaald aantal dingen moet ik gewoon bereikbaar zijn, prima. Maar ik heb wel een planning. En ik heb dus een planning, en die planning, ik maak de dag ervoor mijn planning. Want op het moment dat ik dat op de dag zelf doe, ben ik hier al herrie, druk, chaos. Hier ben ik misschien alweer 3 keer gebeld. En dan moet ik nog beginnen. En dan zit ik op een gegeven moment, herrie van net, mailtjes, dingetjes. En dat begint niet lekker. Dus ik maak een planning, maar dat doe ik de dag ervoor. En dan zeg ik dus heel gestructureerd, oké, om 9:00 dit, om 10:00 dit, om 11:00 dit, om 12:00 dit. Per uur, of misschien per half uur, hè. Misschien dat je ook zegt, 9:30 doe ik weer wat anders. Maar maak een planning de dag ervoor, de avond ervoor. Maak je een planning voor de volgende dag. Want dan zit je nog onafgeleid, zit je naar die dag te kijken. En dan denk je, morgen, mooie dag, ik moet dat en dat even doen. En doe ik dit en dit er even bij. Hier maak ik een uurtje tijd voor. Daar 2 uurtjes tijd voor. Hier een half uurtje voor. Maak die planning. Want als je die planning maakt, heb je iets om af te werken. En dat vinden je hersenen fijn. Je hersenen vinden het fijn om een bepaalde structuur te hebben. En wat het dan vooral heel goed doet, is beginnen. Dus om 9:00 staat er op de agenda mailtjes doen tot 9:30. Dan ga je dus ook van 9:00 tot 9:30 mailtjes doen. Klaar. Heb je tijd over, dan is het jouw winst. Maar heb je nou tijd tekort, dan is het jouw probleem. In een half uurtje doe jij je mailtjes. Kom je in een half uurtje niet daarmee uit, krijg je het niet af, is het klaar. Dan zeg je gewoon om 8:30, oké, nu stop ik. Ik heb het chronologisch gedaan, dus de oudste mailtjes zijn behandeld. En die anderen moeten gewoon nog even wachten. Ik plan om 12:00 wel weer een half uurtje in. En sluit vanaf hier ook je mailbox. Mailbox, dicht. Dicht. Gooi die mailbox dicht. Want weet je wat het is? Mensen die je mailen, hebben geen haast. Dat is echt zo. Mensen die je mailen, hebben geen haast. Als iemand haast heeft, bellen ze je op. Sturen ze een appie. Sturen ze nog een appie. Bellen ze nog een keer als je niet opneemt. En nog een keer. Mensen die je mailen, hebben geen haast. En als de prioriteit echt hoog is, dan vinden ze echt wel een manier om jou te bereiken. Dus besef dat heel goed. Wees niet zo, want ik ken ze bij bosjes. Mensen die de hele dag op hun telefoon zitten. Mailtje. Ik heb een keer in een bedrijf gezeten. Daar hadden we een gedeelde mailbox. En elke keer als er een mailtje binnenkwam, dan was het al gelezen voordat ik überhaupt op mijn telefoon keek. En dan kwam die pling, mailtje. En dan keek ik op mijn telefoon. Hup, weg. Openen. Mailbox openen. Klik. Was het alweer gelezen. Denk je, jongens, dit is toch geen leven? Je kunt toch niet op elk pingeltje, tingeltje, boep, boep, boep. Dan ben je niet productief. Planning. Maak een planning de dag ervoor en hou je eraan. Schrijf echt op wat je gaat doen. En of dat nou de mail is, weet ik veel wat, bellen, administratie doen. Hè, ik klieder een beetje hier, maar administratie doen, bellen, weet ik veel wat, koffie drinken, lunch. Maakt allemaal niet uit, maar plan je dag. Vinden ze hier fijn? Hier worden ze blij van een planning. Want ze zien waar ze aan toe zijn. En haal alle afleiding weg. Haal de afleiding weg. Haal telefoons weg. Zet je meldingen uit. Zorg ervoor dat al die herrie je niet afleidt. Want geloof mij, ga je dit doen, ben je productief. En ik sta heel graag vroeg op. Waarom? Om 9:00 heb ik een halve werkdag erop zitten van een gemiddeld persoon. Heel simpel. Om 9:00 begint eigenlijk pas mijn dag. Nou, dan werk ik vaak door tot 4:00. Meestal 4:00 probeer ik wel weg te zijn op kantoor. Want dan ben ik ook op tijd thuis. Zie ik mijn kinderen nog even, want die zie ik 's ochtends vaak niet.
Dan zijn ze vaak ook lekker een beetje aan het chillen, aan het spelen. Kan ik daar tijd mee doorbrengen. En de meeste mensen die mij na 4 uur nog gaan bellen en mailen, kunnen wachten tot de volgende dag. Als iemand mij om 4 uur nog een mailtje stuurt, of een belletje stuurt, of een belletje geeft, kan ik prima zeggen, hey, top, ga ik mee aan de slag, je hoort morgen van mij. Hey, morgen om 9:30 is hij de eerste. Of morgen tussen 12:30 en 12:30 is hij de tweede. Snap je? Doe dit. Maak een dagelijkse routine. Dit is mijn routine, heel grof. Tijd het bed. Waarom? Word ik niet gestoord. Ik kan knallen voor mezelf. Ik maak een dagplanning, zodat ik niet te veel vervuild word door andere mensen met hun eigen problemen. En zorg ervoor dat ik me daaraan hou. Ik blok momenten. Ik doe nu 2 uur dat. Ik doe een uur dit. Ik doe een half uur zus. Ik doe een half uur zo. En dan werkt het. Want dan kom je verder. Ga je dit niet doen? En ga je alles op de gok doen? Loop je altijd achter de feiten aan. Weet je, en nu ook met corona. Heel veel mensen werken thuis. Prima. Weet je, heel veel mensen die werken misschien niet meer op kantoor. Die zitten in één keer thuis met hun partner en met de kinderen. En oh, chaos, hectiek. Oh, ik koop een noise cancelling headphone. Prima, moet je allemaal zelf weten. Maar weet je wat het is? Als je een strakke planning maakt, kun je thuis en werk prima combineren. Hey partner, hey liefie, hey schatje, weet ik wat hoe je dit allemaal noemen. Ik ga van 9 uur tot 1 uur, ga ik even 4 uur achter elkaar werken. Vanaf 1 tot 2 ga ik even met jullie een broodje eten. Van 2 tot 3 ga ik even naar de supermarkt. Dan wil ik eigenlijk van 3 tot 5 nog even dat doen. Duidelijk. Schets die planning uit. Laat gewoon aan je huisgenootjes zien. Huisgenoten, familieleden, partners, weet ik van waarmee je allemaal woont. Laat zien wat je planning is. Laat zien, dit ga ik doen. Geen herrie, geen toeters, geen bellen, geen afleiding. Dit ga ik doen. En als dat wil zeggen dat je dat 's avonds doet of middag doet, dan maakt dat maar niet uit. Maak die planning. Deel het ook met je gezin. Deel het met de mensen waarmee je woont. Laat zien aan de mensen waar je veel mee omgaat. Van, dit is mijn planning. Hè, als elke ochtend je vader of moeder je belt om even met je bij te kletsen, plan het gewoon in. Weet je, ik kan ook wel begrijpen dat je, oh, ga ik allemaal niet weg, ik ga niet zo vroeg op. Moet je allemaal zelf weten. Je moet allemaal zelf weten wat je doet. Ik laat alleen zien wat ik zelf doe. Ik sta vroeg op om 4 uur lang hier maximaal productief te zijn zonder afleiding. Ik plan de dag zo dat ik weet dat ik word afgeleid, maar dat ik wel structuur heb. Mailtjes negeer ik voor het grootste gedeelte van de dag om te zorgen dat ik productief kan zijn. En dat is gewoon belangrijk. Dus je dagelijkse planning, werk eraan. Werk aan je dagelijkse planning. In de volgende lessen ga ik eventjes wat meer op het sales traject. Ik laat hier eventjes globaal zien wat ik doe. Maar in de volgende onderdelen ga ik eventjes laten zien. Even kijken, ik heb het hier liggen. Vroeg op, nou, dat is deze. Het is allemaal focus op productief zijn en je dagelijkse routine. Dus volg deze module sowieso, want hier zitten hele nuttige tips voor je in.